Het waren maar bijen ook, hè? Dus het viel allemaal reuze mee natuurlijk. Ik sta hier zo tussen de live muzikanten die we voor vanavond hebben. En dat is voor mij dan aan mijn rechterkant is dat Bert Brandsma. Mijn linkerkant uit Nihon, Mr. Eiji Hanaoka. Breda Jessica Skidetska. Ja, dus daar houden we het in ieder geval op. Konbanwa. Konbanwa, dat is goede avond om hem in ieder geval welkom te heten. Want het is de 25e keer dat Eiji naar Breda is gekomen. En Bert, ben jij aan het tellen? De hoeveelste keer is het voor jou? Het is ook al aardig wat jaartjes. Ik denk dat ik ook wel de 15 wel aantip nu hoor. Ja, want in 1994 heb ik het concours gewonnen met het Fluitenkruid destijds. Het is ook al een paar jaar niet meer geweest. Maar met deze band, sinds wij deze gekleurde outfits hebben, zijn we ieder jaar weer aanwezig. Want dat is heel herkenbaar natuurlijk. Hè? Zo'n mooi satijnen jasje. En die zijn allemaal in verschillende kleuren ook. En dat zijn dan de Dixieland Cracker Jacks. Hè? Hoeveel in totaal? Sorry? Met z'n hoeveel zijn? Wij spelen doorgaans hier met 5 personen. Ja. En dan door de straten ook? Dus je had bijvoorbeeld met zo'n stage manager als Pieter op pad kunnen gaan? Zij zijn al zo met ons vertrouwd dat wij geen eens meer een stage manager mee hoeven. Ze zeggen gewoon van nou, wij zijn bijvoorbeeld op donderdag begonnen bij het station. Dus de stationshal als het regende. Dat was zoals vandaag. En verder de Willemstraat daarvoor, tot aan het park. Dat was ons domein. Nou is het hier zo eigenlijk een soort duo special wat we doen. Mensen die vaker naar Breda Jazz komen, die weten dat. Vooral op zaterdag pak ik een duo special mee, want dan worden de twee muzikanten bij elkaar gezet die eigenlijk nog nooit met elkaar hebben gespeeld. En dan weet je dus zeker van wat er nu gebeurt, dat is op het gevoel, want dit is niet helemaal doorgesproken en dergelijke. Jullie doen nu een duo special, maar dan voor Jazz Talk. Hoe voelt het tot dusver? Ja, geweldig. Ja, ik vind het ontzettend leuk. Zoals ze dat nu weer opgezet hebben, zijn wij bij wijze van spreken van de straat geplukt. En met een van de grote sterren van het festival uit Japan samen. En nou, je ziet hier echt aan dat muziek een internationale taal is. Want de gewone spreken is niet makkelijk. Maar muzikaal klopt het helemaal van voor tot achter. Ja, niet nu dat je zit te kijken en dat je denkt van nou, die meneer wordt ook helemaal genegeerd. Het heeft echt te maken met de taalbarrière dat er echt iemand mee is die inderdaad alles vertaalt. Maar zometeen jullie weten precies, we doen dit intro en dan komt het helemaal goed. Gisteravond moest je ook spelen en stond hij in de coulissen gewoon te kijken naar wat jij deed. En volgens mij vond hij het leuk. Ja, dat was heel leuk. Dat was eergisteren trouwens. Toen hadden zij net een set gespeeld op het grote podium in het Centrale Plein. En wij moesten daar gelijk na, akoestisch, op straat voor de ombouw. Hè, dat zij klaar waren en dat drumstel omgezet kon worden. En meneer was zo enthousiast dat hij gelijk zijn camera pakte en onze band een heel stel nummers gefilmd heeft. Dus ik ben wel gelijk naar hem toe gegaan. Zou je misschien een kopietje aan mij toe willen sturen? En gaat dat lukken? Ik denk het wel. Oh, ja. Oké, goed zo. Nou, überhaupt, het mag allemaal weer. Hè? Jij bent iemand die superveel speelde. Nou ja, we hebben het maar niet over de afgelopen 2 jaar, maar je was niet heel vrolijk, denk ik. Maar nu weer wel. Ik ben echt deze week echt weer voor het eerst zo blij om al die mensen weer te zien die weer gewoon normaal met elkaar omgaan. Die elkaar weer durven te knuffelen. En gewoon de lekkere sfeer die we hebben. Vandaag dan wat minder, maar de eerste 3 dagen was perfect weer voor Breda Jazz. Niet te warm, niet te koud, lekker droog. En ik heb het waanzinnig aan mijn zin gehad. Ja. Je staat ook echt het stralen hier zo. Ik wil gewoon ook inderdaad dat we Eiji ook gaan horen. Dus daarom wil ik jullie gewoon vragen om lekker het volgende liedje te gaan spelen. Dus je hebt van die dagen, en op zijn Engels is dat dan Some of These Days. Jij mag beginnen. Thank you.
Dankjewel, onze duo special die we gewoon nog op hebben getuigd voor deze Jazz Talk.